In deze video gaan we het hebben over blueprints. Blueprints zijn schablonen van VM's die je kunt laten bestellen in de catalog. Ik laat je drie verschillende manieren zien hoe dat je een blueprint samen kunt stellen. Blueprints zijn de basis in de catalog en je kunt blueprints zien als herhaalbare bestellingen. Je kunt blueprints op drie verschillende manieren toevoegen. De eerste is door hem helemaal van nieuw niets ervan te maken. De tweede is een bestaande blueprint uploaden. En de derde is een bestelling die je eerder geplaatst hebt veranderen in een blueprint. Als je gaat naar de bestelling, hier zie je een overzicht van alle bestellingen die geplaatst zijn. We hebben hier een knopje Save to Catalog. En op dat moment wordt er een blueprint gemaakt van deze bestelling. En is deze bestelling dus een aantal keren uit te rollen. Als je een helemaal nieuwe blueprint gaat maken, worden er een aantal zaken gevraagd. Zoals de naam, de omschrijving, de volgorde waarop dat deze in de catalog moet komen te staan en eventuele naamgevingen. Hier is verder uitgebreide documentatie over te vinden op het docs kopje in het menu. Er worden een aantal vragen gesteld die nodig zijn om de blueprint helemaal af te maken. De eerste is wie of dat deze blueprint mag gebruiken. Voor dit voorbeeld zet ik dit op iedere groep, dus iedereen mag deze blueprint gebruiken. Het gebruik van parameters staat uitgebreid uitgelegd in de documentatie. We gaan nu door naar de items die in de beeld zitten, zoals dat heet. Ik laat zien hoe of dat er een server wordt aangemaakt en op deze server wordt vervolgens daarna een aanpassing gedaan. We kiezen ervoor om deze server uit te rollen. Deze naamgeving pas ik verder op dit moment niet aan. En daarna kiezen we ervoor om middels een remote script een SSH-key te plaatsen op deze server. Zodat deze meteen via SSH bereikbaar is voor de beheerders. Het is eventueel ook nog mogelijk om veelgebruikte acties voor deze server te definiëren. En als er speciale acties moeten gebeuren bij het opruimen van deze server, is daar het teardown tapje voor.